Dag groep 4. Ik ga vandaag met rekenen met jullie kijken naar blok 4, week 1, les 1. Pak vast voor je je wisbordje en je stift. Dan kun je, als je dat wil, vast meeschrijven. Je kunt ook vast erbij pakken je kralensnoer of kralenplankje als je dat wil. En dan gaan we langzaamaan beginnen. Ik ga nu mijn scherm even met jullie delen en dan gaan wij rustig aan beginnen. Wat gaan we leren vandaag? Wij gaan leren hoe je rekent met sprongen van 10 in plussommen. En sprongen van 10 in plussommen hebben we eigenlijk al een beetje geleerd. Want wij zijn de afgelopen week, en zo uit mijn hoofd de week daarvoor, zijn wij bezig geweest op de getallenlijn met sprongen van 4 vooruit en sprongen van 10 achteruit. En vandaag gaan wij dus ook bezig met sprongen van 10 erbij, dus vooruit. Kijk met mij mee bij opdracht 2. Hoeveel snoepjes maakt de machine? Zoals je kunt zien heb ik 46 snoepjes in mijn machine. Dus ik heb 46 snoepjes in mijn bakje. Eerst tel ik er daar 10 bij op. Hier hebben ze hem al voor getekend. Ik tel er 10 bij op. 46 erbij 10 is 56. Daarna moet ik er niet 10 bij doen, maar 10 meer nog bij doen. Dus 20 komt er weer een sprongetje van 10 bij. Dan kom ik op 56 erbij 10 is 66. Of 46. Erbij 20, dat is 66. Wij gaan even sprongetjes verder maken. 66, erbij 10. Gaan we eens denken. 66, erbij 10, is 76. En 76, erbij 10. Dat is 86. Doen we er nog eentje bij. Nog een keer erbij 10. Dat is 86. Erbij 10. Dat is 96. Zo maken we steeds sprongetjes van 10 erbij. Dus sprongetjes van 10 verder. 10 kralen erbij. 10 snoepjes erbij. 10 pannenkoeken erbij. Bedenk wat leuks. En dan kun je dat op een hele mooie manier uitrekenen. Deze getallenlijn kun jij dus zelf straks, als dat nodig is, bij de sommetjes ook maken. Kijk met mij mee naar opdracht 3. Bij opdracht 3, ik zal hem even iets groter maken, gaan wij erbij sommetjes maken met erbij 10. 24 erbij 10, 34 erbij 10, 35 erbij 10. Maar als je in het tweede rijtje kijkt, zie je dat er niet 10 bij komt, maar 20. Dus dat betekent dat er 10 meer bij komt dan bij het antwoord in het linker rijtje. Dus als ik 24 erbij 10 doe, dat is 34. Hoeveel zou er dan bij 24 er bij 20 komen? Nou, dat ga je proberen zelf uit te rekenen. Daar hebben we ook nog een tweede rijtje van. Of een derde en een vierde. Daar komen steeds 10 bij. Of er komen er steeds 20 bij. Probeer eerst, als je 20 erbij doet, eerst misschien wel 10 erbij te doen. En daarna nog een keer 10. Heb je opdracht 3 af, dan ga je het volgende doen. Dan ga je kijken naar opdracht 1. En opdracht 1 is eigenlijk iets wat we ook al een beetje geoefend hebben de laatste tijd. We krijgen hier een plussommetje. 6 erbij iets is 10. Ik heb 6 snoepjes in mijn bakje. Hoeveel snoepjes moet ik nog in mijn bakje erbij gaan stoppen om uit te komen op 10? Ga dat maar eens bedenken. En daar heb je ook weer meerdere rijtjes van. Hier bijvoorbeeld met 3, 33,
53, 23. En hier ook nog bijvoorbeeld 17, 47, 67. Een kleine tip voor deze sommetjes is: probeer altijd naar een mooi tiental te rekenen. En vaak kom je dan ook in dit geval bij de sommen uit op het antwoord. Ben je klaar met opdracht 3? Maak je opdracht 1. Dus je maakt eerst opdracht 3. Daarna opdracht 1. Heb je nou nog vragen over de sommetjes? Kun je dat of vragen in de les van de meester of een van de juffen? Of je kunt de vraag even bewaren voor in het vragenuurtje. Nou, ik zou zeggen heel veel succes en ga lekker aan de bak. En dan zien we elkaar snel.